De eerste drie punten zijn binnen. Voel jij in je groep dat je druk er ook een beetje af is? Ja, toch wel. Ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan. Dat je wordt er toch mee geconfronteerd. Je staat daar na drie wedstrijden. Ja, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat toch even erin wrijven bij je. Dat klopt. Ja, dan is het beste medicijn om een wedstrijd te winnen. Dan sta je meteen weer een beetje in de middenmoot. Een soort van. Een grote middenmoot, want het is allemaal nog heel pril. Ja, er staan een hoop ploegen bij elkaar die twee punten meer hebben. Nou ja, dat is allemaal nog niet zo spannend. Maar je moet toch vooral naar jezelf kijken en dan is het beste medicijn is winnen. Waar merk je dat dan aan je spelers dat die druk dan weggevallen is deze week? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Je ziet dat toch. Er is wat opluchting bij iedereen. Ja, je speelt toch om te winnen. En je hebt drie wedstrijden verloren tegen niet de minste ploegen. Maar dan nog. Dus iedereen was heel erg blij. En ik zag het ook al voor die wedstrijd een klein beetje als een nieuwe start. Een groep compleet. En dan, maar ik zie met name op het trainingsveld dat je toch wel progressie ziet. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je gewoon wel weet van nou, we worden langzaam beter. En dat betekent ook dat je groeit. En dat je ook meer wedstrijden kan winnen. Zondag komt Ajax op bezoek. Je hebt zelf als speler ook die wedstrijd diverse keren meegemaakt. Ja. Wat maakt deze wedstrijd nou zo extra speciaal? Ja, nou ja, die rivaliteit is er toch wel tussen Den Haag en Amsterdam. Zoals dat er ook is tussen Amsterdam en Utrecht. En zoals dat er ook is tussen Amsterdam en Rotterdam en Amsterdam en Eindhoven. Dus ik zie het niet als heel gek. Iedereen wil altijd tegen Ajax winnen en altijd net even iets meer doen. Maar daar zijn ze bij Ajax wel aan gewend, kan ik je vertellen. Want daar heb ik er lang genoeg voor rondgelopen, dus dat... Dat is voor hun niet zo heel spannend, maar er zit wel altijd wat extra lading op, lijkt het. En, maar ja, dat is dan zo, maar voor mij is het gewoon een normale competitiewedstrijd. Waar liggen de kansen, denk jij, tegen dit Ajax? Nou ja, natuurlijk doen wij ons huiswerk en denken we dat we kansen hebben. Ja, je speelt wel tegen een natuurlijk uitstekend voetballend elftal. Alle spelers kunnen in principe goed voetballen, dat weet je ook. Dus ja, dan moet je zorgen dat je ze niet laat voetballen. En daar zijn we natuurlijk mee bezig. Dat je toch probeert ook je eigen wapens te gebruiken, die we ook hebben. En wat ik vooral belangrijk vind, en dat blijf ik elke dag maar benadrukken bij deze groep, is dat ze van eigen kracht uit moeten gaan. En dat ze zelf hun eigen kwaliteiten moeten gebruiken en moeten laten zien. Ja, dan denk ik dat je pas verder komt. En ook als speler individueel, maar ook als team. En waar liggen... Ten aanzien van de opstelling, gaan we nog verrassingen meemaken of wordt het dezelfde als tegen Willem II? Wellicht. We hebben morgen nog een dag. En, zeg nooit nooit, zei Appie Happy ooit. Dus laten we het daarbij houden.